Waarnemend directeur Fawzia Poese van het regionaal ziekenhuis Waniga gaat in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut in op de rol die haar instelling vervult binnen het COVID-19 gebeuren. Ook ontkracht zij de beweringen al zou de totale leiding van het ziekenhuis zijn opgestapt uit ontevredenheid over de gang van zaken. Waniga ziekenhuis is in eerste instantie geïdentificeerd geworden als te worden het designated ziekenhuis voor de opvang van mogelijke COVID-19 patiënten. Vooralsnog hebben we nu de isolatieruimte, waarin 6 kamers zijn, dus 6 isolatieruimtes, in orde kunnen maken met behulp van het team van het academisch ziekenhuis en invulling aan bemensing van de ruimte. Want de mensen heb je nodig om te kunnen zorgen voor eventuele patiënten. Is ook gedaan in samenwerking met het AZP en de RGD. Alsnog tot nu toe is er 1 patiënt die COVID-positief is getest in Suriname. En die patiënt is dus hier in, in de isolatieruimte ondergebracht. En verblijft dus vooralsnog hier in de isolatieruimte. En met behulp van personeel en equipment van het AZP en personeel van de RGD wordt dus de verzorging van deze patiënt gedaan. En hoe lang is de persoon al hier? Is de patiënt al hier? Vandaag is dag 6. En als mensen uit de mediaberichten en zo hebben kunnen volgen, isolatie is tenminste quarantaine, wat men noemt, is 2 tot 14 dagen. Deze mevrouw is nu haar dag 6. Afhankelijk van haar toestand, hoe ze zich voelt, haar ziekteverschijnselen, zal de infectioloog verder beslissen wanneer deze mevrouw eventueel ontslagen kan worden. En wat is de status van de patiënt? Op dit moment maakt de patiënt het goed. Er is geen reden om ons zorgen te maken over deze patiënt, over de, laat maar zeggen, de klinische toestand van deze patiënt. Gaat goed met de patiënt. Denkt u dat ze binnenkort ontslagen zal worden? Dat is helemaal afhankelijk van haar toestand, of ze stabiel blijft en het feit of ze dan nog wel of geen symptomen meer vertoont. En dat kan alleen in overleg met de medisch specialist, in dit geval de infectioloog. Hoe staat het met de valse berichten dat mensen plaatsen over COVID? Kunt u dat misschien toch even ontkrachten? Nou, er zijn een heleboel valse berichten. Mensen zetten allerlei dingen op. Social media, Facebook, je krijgt een heleboel apps. Ik zou de mensen willen vragen, een beroep op ze doen, om alleen de berichten vanuit de officiële bronnen, en dat is dus in dit geval het ministerie van Volksgezondheid, te volgen. Natuurlijk in samenwerking met het Nationaal Informatieinstituut. Dat is het medium waardoor de meeste informatie wordt gepresenteerd en via het BOG. Dus het beroep op de samenleving om de officiële berichten vanuit het ministerie van Volksgezondheid te blijven volgen. Het is niet de bedoeling van het ministerie, van de regering, om mensen vals nieuws te geven of berichten te onthouden. Het is juist de bedoeling om mensen de juiste informatie te geven, zodat men ook weet wat er gebeurt en ook gerust kan zijn om te weten dat er hard gewerkt wordt om het COVID-gedeelte in Suriname zo goed als mogelijk op te vangen. In het kader daarvan bijvoorbeeld zijn we nu ook bezig verder in het Waniga ziekenhuis andere ruimtes in orde te maken voor het geval er zich meer gevallen zouden presenteren. We hopen het niet. We hopen natuurlijk en we doen ons best om het te houden bij 1, maar we moeten ook realistisch blijven en voorbereiden voor wanneer er misschien meer gevallen bijkomen, dat we ook voorbereid zijn om die mensen op te vangen en de nodige zorg te bieden. Hoe kunt u de gemeenschap geruststellen wat betreft het de virus? Nou, men volgt berichten uit het buitenland en we weten allemaal dat er in het buitenland heel veel zieke mensen zijn. Er zijn zelfs mensen overleden. Gelukkig is het in Suriname nog niet zo ver. We hebben tot nu toe van alle mensen die er getest zijn slechts 1 positieve gehad. Dat is misschien al een geruststelling van hey, tot nu toe is er maar 1. Maar dan nog, desondanks, ook het beroep aan de samenleving, lever ook je eigen bijdrage. Let op jezelf, let erop dat je de regels volgt die het ministerie heeft uitgezet. De maatregelen
dat je luistert naar wat men zegt. Als het ministerie zegt van mensen, social distancing, hou je afstand. Hou een afstand van 1 tot 1,5 meter aan. Was je handen zo vaak mogelijk. Vermijd het contact met zieke mensen. Mensen die ziek zijn, hoestetiketten toepassen en bellen naar je huisarts of naar 178 voor verdere informatie en om te kijken dat er dus verder onderzocht kan worden in welke mate we te maken hebben met een mogelijk coronavirus bij die zieke persoon. We hebben dan net een van de ruimtes bekeken waar, ja, zeg maar, als mocht er andere patiënten zijn die ook besmet zijn met deze virus, hoe ze eigenlijk worden geaccommodeerd. Wordt de plaats, wordt de ruimte ook ontlucht? De ruimte wordt ontlucht. U heeft het gemerkt, er is een voorzijde en een achterzijde. En de deuren worden van tijd tot tijd even opengegooid om daar lucht te krijgen. En natuurlijk, als mensen in en uit lopen, dan vindt er sowieso ontluchting plaats van die ruimte. En personeel moet in en uit. Er is wel een gescheiden ingang voor personeel en een gescheiden ingang voor waarlangs de zieke patiënten binnenkomen om wat men noemt contaminatie zoveel mogelijk te voorkomen. En als de deuren open gaan bij het in- en uittreden van personeel, vindt sowieso al een doorstroom van lucht plaats. De zaak is ook om van tijd tot tijd even de ramen open te gooien, zodat er ontluchting plaatsvindt en er weer frisse lucht door die ruimte heen kan. Is er nog iets dat u zou willen toevoegen in het gesprek? Ik zou een beroep willen doen op de gemeenschap. Weer volgt u de maatregelen die genomen zijn in het land, landelijke maatregelen. Als u meewerkt, levert u zelf ook een bijdrage eraan dat er minder verspreiding van het virus plaats kan vinden. Mocht u vragen hebben, u begrijpt iets niet of u twijfelt over iets, de hotline 178 is er om vragen te beantwoorden. Schroomt u niet om te bellen, maar bel ook niet voor allerlei zaken die niet belangrijk zijn en niet te maken hebben met het COVID-virus, omdat u anders die lijn bezet houdt en iemand anders die dan dringend advies nodig heeft, de mensen niet kan bereiken. Dat is wat ik zou willen vragen aan de gemeenschap. Ja, de zorg is eigenlijk niets anders dan wanneer je bij de patiënt gaat, dat je gekleed gaat naar de patiënt, omdat je echt voor de patiënt staat. De patiënt heeft dan een chirurgische mondkap op. En omdat ik erbij sta, moet ik me gekleed zijn. Met gekleed bedoelen we een safetybril, een N95 kap voor ons, een schort en handschoenen. Is wanneer we bij de patiënt werken. Met werken dan gaan we de bloeddruk meten, de pols tellen. We doen alles bij de patiënt. Het moment dat we eruit komen, is alles weer volgens de regels eruit. Dus handschoenen eruit trekken, mondkap, alles eruit. En je handen gewoon desinfecteren met alcohol. Buiten de kamer van de patiënt heb je niks nodig. Ben je gewoon gekleed hoe ik nu hier zit. Alleen als je in de kamer bent, ben je gekleed en de patiënt heeft dan een mondkap op. En de patiënt blijft in de kamer. Die instructies worden gegeven aan de patiënt. Heeft de patiënt iets nodig, moet de patiënt schellen en dan gaan we op de schel af. En de patiënt blijft gewoon eenmaal 24 uur een mondkap op hebben. Dat is voor de patiënt. Als wij buiten de kamer komen, nogmaals, alles eruit, handen desinfecteren. Blijf gewoon normaal. Kan ik gewoon ook met u praten en u met mij. Er is niks aan de hand. Familiebezoek mag absoluut niet. De familie mag wel wat privé spullen brengen, maar dan wordt het bij de poort afgegeven en dan wordt het door ons opgehaald. Maar er mag absoluut geen bezoek. En er mag ook geen bezoek van derden op de afdeling. Het is gewoon degene die in dienst is, die blijft op de afdeling totdat je aflossing hebt, dat je naar je huis gaat. Voor de rest is er ook eerste deur waar de patiënt binnenkomt en de achterdeur waar het personeel binnenkomt. Dus dat is ook gescheiden. Ik zou alleen willen zeggen van Surinamers,
gewoon voorzichtiger zijn. Waar nodig niet op straat, waar nodig wel. En gewoon proberen jezelf te, ja, ik zou zeggen gewoon thuis blijven. En voor de rest komt het wel goed.